Vandaag vertrekken wij namelijk naar Curaçao. We zijn herkoppeld. Morgen! Hallo en welkom bij weer een nieuwe vlog. En niet zomaar één, vandaag vertrekken wij namelijk naar Curaçao voor 17 dagen. We gaan 10 dagen met Joey en Luna naar een prachtig resort, het Papagaya Resort. Daarna gaan we naar de Beach House en dan ga ik samen met Donnie nog even heerlijk genieten. Zoals jullie kunnen zien is de koffer van Don nog even open. Mijn koffer staat al in de auto. Dit is mijn handbagage. Ik heb mijn laptopje mee, want we gaan ook 2 dagen even werken daar. Ik ga even een broodje smeren voor mijn allerliefste. Een kipfiletje, bolletje. Dus dat. Hoe? Mijn lieve mama brengt ons naar Schiphol. Dus die is de koffertjes aan doen. Hallo, hallo. Dus dat. En ik neem jullie gezellig mee. Dus jullie gaan zo Joey en Luna ook lekker zien. Wij zijn ondertussen aangekomen in Schiphol en het is best wel druk. Het is zeg maar die gekte. Ja, het is echt niet normaal. Ton is even Joe en Luna aan het bellen, want we waren vergeten dat we mondkapjes nodig hebben. We zijn bij de Schiphol-crisis. Ja, het is echt niet normaal zo druk in Schiphol. Maar we hebben dus mondkapjes van Swan Life. Ik was het helemaal vergeten. Dus wij hebben gelukkig mondkapjes en Don is nu hun even aan het bellen dat je dus een mondkapje nodig hebt nog achter de douane. Hier dus nog niet. Maar hierboven, jongens, het is druk. Maar omdat we nu, het is nu midden in de nacht, het is 4:30. Dus ik denk dat het daardoor meevalt. Want de afgelopen dagen was het gekke huis, stonden ze gewoon buiten te wachten. Dus ik hoop dat we gewoon onze vlucht op tijd gaan aan. Zo, meneertje ligt lekker. Maar ja, nog 3 uur. We wachten even op Joe en Lou. Echt nog, we moeten. Wow. We moeten serieus nog piep, pak, piep, pak, pak. Ja, we moeten dus nog 3 uur wachten op Schiphol. We moeten verdomme nog uur. Ja, maar het ging dus super snel. Wat ook wel weer heel fijn is, want nu gaan we al het blok ons vliegtuig gewoon halen. Ja. Vind je dit grappig? Een konijntje? Skit dat. Wat? Skit dat? Kijk dat. Wat? Hè? Wat? Zie je dat niet? Nee. Wat? Hé, hey, dat is Joey. Dit stond de Luna. Oh. Huh? Nee, jawel toch? Nee. Dat is Joey. Waar? Daar. Hij gaat nu de roltrap op. Is Joey helemaal nog niet, joh. Zijn we dan? Hebben we er een beetje zin in? Ik ben helemaal even. Nou jongens, M&M'tjes, 8,90 euro, niet te doen. En wat zijn ze nader aan het doen? Snoepjes kiezen. Ja. Even wat eten halen. 12,50 maar. 12,50. Een paar chocolade-eitjes. Deze gaan we niet halen. Als je chocolade gaat halen, kan je heel de vakantie niks meer halen. Ze hebben gelijk blut. Liggen ze dan hoor. Zo. Zo. Echt even lekker. 5 minuutjes of zo. Wat zitten jullie te kijken? Een natuurfilm. Is dit het wel lekker? Is het een aanrader? Ja, zeker een aanrader. Oh. 2 euro. En we zitten in het vliegtuig. Gezellig naast elkaar. Loen en ik zijn al flink bezig met TikToks, dus hou onze TikTok, Instagram, alles op. Wij zijn ondertussen aangekomen bij Papagayo! Hallo, hallo! Yes, dus we hebben net even ingecheckt en alles. En we gaan zo naar onze villa toe. En we kunnen niet wachten om die te laten zien. Gaan we dan, jongens? Wow.
Ik ben zo benieuwd. Oh, het is heel hoog. Wauw. Oh, jongens. Zo chill. Oh, dit is zo leuk. Kijk dan. Oh, dit is zo schattig. Oh my god. Dat is echt heel lief. Zo leuk. Oh, dit is zo schattig. Die foto. Lekker flesje poppen zo. Oh, lekker. Oh, kom. Kunnen we eventjes bij de kamer? Ja, love it. Gaan we kijken bij de kamer? Ja. Even kijken hoor. Wat is dit? First one. Oh, lekker. Het is heel lekker. Oh, heel relaxed. Oh, wat is cool hier. Jongens, even uitzichtje. Uitzichtje, fantastisch. Oh. Oké, okay, next one. Yes. Dit is lekker. Super. Oh, de badkamer. Woe. Oh, heel chill. Nice. Hey, Lisa. Wow, het is echt. Don is lopend gaan, maar ging met het golfkantje. Hallo, hallo. Hier is andere en dan is daar die andere kamer. Ja. Oké, okay, nou. Oh, dan heb je hier een badkamer. Oh, jongen, 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 chill, 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 jongens. We hebben even de deuren opengezet. En kijk dan dat dit ons uitzicht mag zijn voor de komende dagen. Is toch niet normaal? Jongens, blessed, blessed, blessed. Niet normaal. Zo, we hebben ons even omgekleed. En dit is onze prachtige auto voor de komende dagen van Chico's. Wat een pareltje, pareltje. Ik heb er helemaal zin in. Dus we kunnen lekker toeren in Cura. Zo, we zijn er dan. Dit is ook gewoon papagaio. Heerlijk. En ja, dit is ook nog allemaal papagaio. Prachtig, jongens. Welcome to the beach. Yeah. Helemaal ready. Drankjes. Snackies. Kijk hoe lief. Komen we thuis? En we zijn het helemaal opgemaakt. Echt super cute. Op een goede vakantie. Zeker weten. En dat we blessed zijn dat we dit gewoon zo mogen meemaken. Toch? Hula thuis. Woo! Yes! We hebben even lekker geslapen. Don, hoe voel je je? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat is het? Het is van nu? Het is half elf. En dat betekent dat in Nederland, hoe laat is het dan in Nederland? 6 uur later. Ja, dus half vijf in de ochtend. Wij hebben nog niet geslapen. Dus we hebben letterlijk gewoon twee nachten, soort van doorgehaald. We zijn nu bij Mambo. Ons eerste avondje stappen. En Joe en Loen hadden letterlijk een heerlijk flesje champagne mee. Dus wij zijn er helemaal klaar voor. Ja hoor, burgertje. Lekker. Wij zijn heerlijk terug in ons villaatje. Dus we gaan heerlijk slapen. Het is ondertussen, even kijken. 1:15. En dan zien jullie ons. Hallo. Ja. Hoe heet dat ook weer waar je in moet praten? Beach House. Beach Club. Beach House? De. Stem. Ja, ik maar moet... dacht dat je... Wacht. Ja, ga even naar de Beach Hut. Beach Hut! Ja! Dat is hem. Oké, we kunnen slapen. Is het een hok? House? Hiermee sluit ik de dag af dan morgen. Goedemorgen. Nou, Loen en ik hebben boodschappen gedaan. En kijk eens even wat de mannen hebben voorbereid. Ja, zo. Super lief. Zo, we hebben even kwark, wat granola en zo gehaald. Lekkere broodjes, smoothie. Eitje gemaakt door de mannen. En er staan knakkertjes op. Loen is een koffietje aan het zetten. En vandaag is dit het lookje geworden. Ik heb een hele mooie bikini aan van Shein. Mijn broekje is van Nikki. Zoiets van Villa. Ik heb even een chill lookje gedaan. Ik ben echt super blij met deze bikini. Echt love it. Dit is ons prachtige uitzicht. En wij nemen jullie weer gezellig mee vandaag.
We zitten in de auto. We hebben een heerlijk dagje gehad. Ik ben dus best wel verbrand. En kwam even Luna en Don samen met Aloe Vera. Kwamen Don en Loen even met een prachtig Aloe Vera plantje. Helpt wel, maar het stinkt dus echt. Het stinkt dus echt heel erg. Dus ik stink echt fantastisch. Naar warme pis of zo. Maar, nou, dus ja, ik stink nu naar warme pis. En ik ben dus verbrand. Maar goed, je ziet het ook wel een beetje aan mijn koppie. Maar blessed, want wat een heerlijke dag. We zijn ondertussen in de Carrefour. Oh, 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 ik ben... Ja, wat is er mee? Echt iets voor jou. Ja, echt wat voor mij, hè? Kan ik nog even spelen? Ik wil alles. We moeten even aftersun halen, want ik ben dus verbrand. Oh, dankjewel. Zo, even aftersun halen. Wat gaan we nog meer halen? Even wat eten, drankjes voor morgen. Oh, een duikbril. Hey Ro, wilde jij nog? Ja, ik ga even een duikbril uitzoeken. Kijk dan. Oh, het staat wel goed gewoon hoor. Maar het is wel een beetje vrouwelijk. Hij heeft een beetje een vrouwelijke touch. Hij is wel leuk. Doe jij mis? Oké, Joe. Show us. Oh ja, oei. Oh, yeah. Wij zijn helemaal klaar voor vanavond. We gaan naar Zanzibar. En ik dacht even leuk om mijn details te delen. Oh my god. Vanavond is het tijd voor Zanzibar. Yeah, Zanzibar. Hallo. Dus vandaag gaan we weer koppel. Koppel. We zijn een nieuw koppel. Toch lieverd? Ja, dat is schat. Echt jammer. Echt jammer. Hierbij. Dat is ook niet leuk waar. Dus dit is een gast. We zijn herkoppeld. Don en Joey hebben al drankjes gedaan en wij hebben ons ondertussen klaargemaakt. Ik heb mijn haartjes in. Topje is van Elle Foudray, rokje van Zara, Nuno Beck en mijn boots van Steve Madden. Mijn schoenen zijn van Nike. Kijk hier, Nike. Mijn broek is van de Zara. Kijk, Zara. En mijn overhemd is van de Zara. Dus als jullie willen kopen, in plaats van dat jullie iedere keer bericht sturen, kijk naar Zara.nl. En gebruik kortingscode. Mijn shirt is van de Error. En mijn broek is van de Zara. Wow, Zara! Loen, waar is jouw outfitje van? Eerst heb ik het eerst check mijn beenspieren op deze proef. Een leuk twinsetje. En de Balenciaga's, dus we are ready! Goedemorgen, de zon schijnt. Het is tijd om naar Fuik te gaan. Superleuk, we hebben een prachtige boot. Daar gaan we met een aantal mensen op en dan gaan we naar Fuik. Het zonnetje schijnt, ik ben dus nog best wel verbrand. Vannacht ben ik echt vaak wakker geworden, dus ik heb dus zo'n aloe vera plant heb ik zo gepakt, want ik was helemaal verbrand gisteren. En het valt nu super mee. Ik doe wel een hele grote blouse aan, want ik moet gewoon echt even niet meer in de zon met mijn schouders en zo. Dus ik ben de hele dag met een blouse en een bikinibroekje. Want ja, mijn benen zijn niet verbrand. Het is maar even zo. Ja, iedereen is bikini en ik heb straks een blouse aan. Maar het is heerlijk weer en ik heb er heel veel zin in. En ik neem jullie gezellig mee. Ik neem mijn telefoon mee om te vloggen. Want ja, het is toch wel even iets chiller dan mijn camera. Wij zijn bij Fuik geweest en we zitten lekker een pizzaatje, nou nog niet te eten, maar we hebben pizza besteld. Bij Zanzibar en kijk dan hoe prachtig dit is. Woe, lekker! Goedemorgen! Gisteren zijn we naar Fuik geweest en het was geweldig. Ik heb alleen niet super veel kunnen vloggen, want wat eigenlijk was, we waren op een kleine boot. Met een echt iets van 10 personen of zo. Ik ga er even bij zitten. We waren op een kleine boot met een paar personen. En dan had je allemaal grotere boten die legde je zeg maar naast elkaar, werden die aan elkaar gelegd. En je kon niet volledig boot op boot zeg maar zwemmen, maar je kon wel daarvoor in het water staan. En met water is het natuurlijk niet heel chill om mijn telefoon of mijn camera mee te nemen, want je moest echt stukken zwemmen. Dus ik heb niet heel veel gefilmd, maar ik denk wel dat ik even wat stories net ervoor heb kunnen plakken. Dus dan hebben jullie wel in ieder geval iets kunnen zien. Don en Joe zijn daarna nog even naar... Waar zijn jullie naartoe gegaan? Naar Madeiro gegaan. En Luna en ik zijn lekker in bed gekomen, want wij waren echt kapot. Dus fris kleine uitig. Hebben wij nu lekker even ontbeten en we gaan nu naar de beachclub toe. Superleuk.
Beachhead time. Dus we gaan even naar de beachclub toe en we gaan even wat foto's maken. Even lekker zonnen. Dus ik heb heel veel zin in vandaag en neem jullie natuurlijk erg gezellig mee. Oké, jongens. Loen, spot. Oh my god. Oh, papagaaien. Kijk, papagaaien. Hey, was ziek, man. Maar joh, ze pakken gewoon een chill op een cactus. Het is ondertussen avond. We hebben heerlijk de hele dag bij de beachclub gezeten. En wat gaan we doen, schat? Lekker eten. We gaan uit eten bij Omundo. En ik dacht, leuk om even mijn outfitje te laten zien. Ik heb een jurkje aan van Elise Store. Mijn schoentjes zijn van ASOS. Dit is het lookje en dan heb ik deze tas erbij. Kijk aan. En die is ook van Elise Store. Dus dit is hem. Ready to go for dinner. Vrouw heeft ja gezet. Ik heb op 10 gezet. Nee. Hé, hey, doe even de andere kant. Wacht, wacht, wacht. De mannen zijn aan het denken, echt helemaal mis hier. Ja, gaat goed. Hoppatee. Doet hij het? Nee. God. Hoe kan dit nou dan? Oh ja, die vrouw heeft het... We zijn opgelicht. Welke pomp hebben jullie gezegd dan? Hebben jullie al betaald? Ja. Maar moet toch deze dan zijn? Maar weet jullie wel wat erin moet? Ja, hij gaat, hij gaat. Ja, 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 maar moet dit er wel in? Geen idee. We komen straks achter, Ro. Nee, 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 nee. Kan dit wel in deze auto? Ja, want het is sowieso geen diesel, toch? Oké, gelukkig. Oké. Hoe weet je dat het geen diesel is dan? Maar kan je dan maar tanken voor een bepaald bedrag of zo? Stopt hij dan? Ja, nu stopt hij bij 35. Oké, nice. Zoals jullie konden zien hebben wij heerlijk gegeten bij Omundo. Dus mocht je in Curaçao zijn, dan is dit zeker een aanrader als je echt heerlijk wil eten. Hier wil ik de dag afsluiten en dan zien jullie mij morgen weer. Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Hey! Rowena is te druk bezig, dus ik neem het eventjes over. Sorry. Nou, wij gaan vandaag lekker op de scooters rijden. Ik ben benieuwd waar we eigenlijk naartoe gaan. Ja, op elektrische scooters. Elektrische superleuk. Elektrische scooters gaan we lekker toeren. En wie zie je nog meer? Kijk eens, Jojo is er helemaal klaar voor. Luna. Lekker scooter rijden. Even toeren met de scooters. Ik heb er wel zin in. En Luna? Ja. Yeah. Heb je er zin in? Ja. Ja? Gezellig. Helemaal groot. En Pipo. Wat is er gebeurd met je neus? Ik heb gewoon allemaal bobbels op mijn neus. Een soort tweede graad verbrand of zo. Echt erg. Dus ik heb een wit neusje zo. Nou. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Dat zie je later. Doei! Oh, je staat zo klaar. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Wat een pareltjes. Ja, we zijn ready voor het dag. Woe, we zijn ready.
Oké, jij hebt hier dus kersen. Ja, kan ik eten, gewoon die rode? Hier rode, yes. Als, is die lekker? Ja. Nee, is die echt? Oké, let's give it a try. Wat ga je doen? Word ik hartstikke ziek? Nee. Is het lekker? Is het lekker? Ja, het is gewoon, bij mij is het een beetje hard, of is dat bij jullie niet? Ja, een beetje.